90% van het apparatuur van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport is gisteren door waterschade kapot gegaan toen het dak van het gebouw is weggewaaid. Dit vertelde minister Gracia Emmanuel van het departement vandaag voor aanvang van de vergadering van de ministerraad. Ze stelt dat de schade nog helemaal in beeld wordt gebracht, zodat de details bekendgemaakt kunnen worden. Geen persoonlijke ongeluk. Ze waren wel in het gebouw, maar gelukkig konden ze dus eruit. Op dit moment is dat gestagneerd. Ze zijn wel op het werk, maar ze zijn meer aan het inpakken. Alle stukken zijn beschadigd door het water. En bepaalde stukken zijn buiten gezet om toch nog te drogen. En dat wordt verpakt in dozen. En we hebben dus een loos kunnen vinden om ze daar op te bergen. En daarna kijken we dus naar een tijdelijke plek voor het ministerie om het werk weer op te pakken. De minister geeft aan dat alle stukken en computers waterschade hebben opgelopen. Minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken en collega Emmanuel geven beide aan dat het gebouw reeds was afgekeurd. We hebben een draft staatsbesluit van 10, 20 pagina's opgesteld. Het ministerie van GBB en het ministerie van OW en Juspol. Drie ministeries hebben dat staatsbesluit opgezet. Dit wordt dan het vijfde staatsbesluit om dingen als gronden, conversie, afgifte en dus nu staatsgebouw te regelen bij staatsbesluit of bij wet. Zolang dat er niet is, gaan we niet kunnen overgaan tot het handelen en verhandelen van staatsgebouw. Dus ik heb de minister van, ik hoop dat voor december het staatsbesluit door de president getekend kan worden en gepubliceerd kan worden. En dan gaan we starten met het proces. Dat is de reden waarom dat proces van Ros niet meer gegaan is zoals we dachten dat het kon. Noor Mohammed zegt dat de kwestie van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport een spoedgeval betreft en het personeel nu elders moet worden ondergebracht.